Goedemorgen, Ondernemers Nederland, jongeren, Hans Biesheuvel. Ik ben Desiree Stokkel. Het is 25 september 2013. Nog een uurtje, nou het is al bijna 10 uur. De algemene beschouwingen zijn vandaag. Dat is het intensiveren van de psychopatenbureaucratie. Ik zal proberen iets uit te leggen over psychopatengedrag. En dat komt voort uit een zeer klein deel psychologiestudie van mij. Het komt voornamelijk voort uit heel veel levenservaring en ook werkervaring met asielzoekers. Asielzoekers uit de Balkanoorlog. Het komt niet zomaar aanwaaien. En wat ik daarmee wil bereiken is dat ondernemers begrijpen dat ze zelf kiezen voor een verkeerd denkpatroon. De psychopatenbureaucratie, wat is dat? Nou, dat is een bureaucratie waarin de moordenaar overheerst, maar ook de machtsmisbruik overheerst. Kijk, iemand kan wel moordenaar zijn, maar zolang je buurman zegt ik ga daar niet aan mee, dan zal het aantal moordenaars niet groeien. Als je naast een moordenaar zit en je zegt tegen die moordenaar, ik ga daar ook in mee, ik wil ook moordenaar worden, dan groeit die psychopatenbureaucratie. En dat is wat nu plaats heeft in Nederland. Iedereen wil bij de elite moordenaarsgroep worden. Nou is het zo dat als je vanuit de psychologie, de psychiatrie, dat als je psychopaten wilt stoppen, je dat zeer abrupt radicaal moet doen. En nou denken altijd mensen, ja dan moet je de politie inschakelen naar de rechter en ja, nee mensen, dat is het niet. Want die zijn zelf mede psychopaat, mede moordenaar. Als je de psychopatenbureaucratie en de machtsmisbruik wilt stoppen en je wilt verhinderen dat er steeds meer psychopaten komen, dan moet je zelf iets doen. En dat is namelijk duidelijk maken dat je niet wilt meewerken aan het bouwen van een psychopatenbureaucratie. Dan moet je terug naar jezelf, in jezelf en daar je gevoel voor eigenwaarde herdefiniëren en die leg je dan op tafel en die bespreek je met anderen. Hoeveel gevoel voor eigenwaarde heb je? Hoeveel lef heb je? Hoeveel angst heb je? Bijvoorbeeld de jongeren, 5 jaar geleden luisterden de jongeren naar mij en toen dachten ze, nou die vrouw die is met iets bezig, het zal allemaal wel. Wij gaan lekker verder binnen de psychopatenbureaucratie, wij zitten aan tafel met onze eigen moordenaars, maar wij passen ons aan, wij zijn jongeren, we hebben gestudeerd, we hebben een nieuwe macht. Wij passen ons aan en wij gaan dan van binnenuit die psychopatenbureaucratie hervormen. Ja. Hoeveel van die jongeren hebben nu een hypotheek die ze niet kunnen afbetalen omdat ze werkloos zijn? Hoeveel van die jongeren hebben niet eens een fatsoenlijk huurhuis, kunnen geen familie starten, gezin starten, omdat ze te arm zijn? Hoeveel van die jongeren zijn gedwongen ZZP'er, terwijl ze dat emotioneel en qua vaardigheden helemaal niet willen? Hoeveel van die jongeren hebben al 10.000 e-mails gestuurd aan politici en worden genegeerd? Hoeveel van die jongeren lopen tegen een muur van corruptie en vriendjespolitiek binnen de vakbond, binnen de advocatuur, binnen de rechtspraak, binnen de universiteiten, nu zij in een andere laag van de samenleving terecht zijn gekomen en niet meer die leuke, charmante student zijn? Er zijn nu 5 jaar later jongeren die tegen de spiegel aanklappen. En die dan ook nog niet eens weten wat ze moeten doen om de pijn te verzachten. Want die bureaucratie is te groot, te log, te zwaar. De psychopatenbureaucratie is te groot. En dan kan jij als simpele ziel wel voor de spiegel staan en je nieuwe toespraakje repeteren. En wat nieuwe wetjes bij elkaar zoeken, of nieuwe wetjes afdwingen via de rechterlijke macht. Maar dat werkt niet, want je bent maar te klein, je bent alleen. Je hebt al die tijd de psychopaat helpen groeien. En dat is een valkuil in het DNA. Een psychopaat is er namelijk op uit om je DNA te vernietigen.
is er niet op uit om een deal met je te sluiten. Nee, dat is schijn. De psychopaat vernietigt je DNA. Dat is ook prioriteit nummer 1. Hè? Ze willen allemaal van die hoopjes DNA voor zich zien liggen en daar nog even flink tegenaan trappen. Ha ha ha, jij hebt het niet gered en ik wel. Nou, als je in die valkuil terecht bent gekomen, moet je dus steeds meer terug in jezelf. Je moet helemaal terug naar je eigen skelet. Ik noem dat body, soul, spirit. Je moet helemaal terug naar de basiswaarde van je eigen bestaan. En zeker als je een jong mens bent, moet je aanvaarden dat je een heel nieuwe bureaucratie moet bouwen. Kijk, ik ben 48, ik loop hier nog 30 jaar rond. De twintigers, die lopen hier nog 50, 60 jaar rond. Die moeten dus een totaal andere mentaliteit toestaan voor zichzelf. Nou, hoe doe je dat? Hoe kap je jezelf los van een psychopaat en hoe bouw je een nieuwe bureaucratie? Dat is een grens trekken. En die grens die moet je gewoon echt duidelijk trekken. En die leg je ook op tafel. Wat de jongeren van nu moeten doen, is zeggen tegen de huidige politiek. Wij hebben een psychopatenbureaucratie. Wij hebben bepaalde beroepsgroepen die ongehinderd burgers mogen folteren en vermoorden. En dat zijn de politici, de ambtenaren. De lokale ambtenaren, de rijksambtenaren. Dat zijn de advocaten, de rechters en de professoren. Kijk, de artsen die zijn 5 jaar geleden van hun toren afgevallen. Artsen mogen veel minder mensen vermoorden. Artsen werken ook steeds meer met protocollen en erkennen dat die protocollen tot een betere werksfeer leiden, tot meer vaardigheden leiden, mensen op de werkvloer gelukkiger maken, tot betere resultaten leiden. Ook ten tijde van het stoppen van de psychopaten onder de artsen, is er dus zo'n val gemaakt, is er zo'n streep getrokken. Zijn er mensen geweest die hebben gezegd, mijn DNA gaat niet meer verder in de psychopatenbureaucratie van de artsen, van de gezondheidszorg. Nou, dat hele systeem moet nu op herhaling, maar dan voor de ondernemerswereld. Dus, het volk moet echt het lef hebben om tegen politici te zeggen, wij weten dat jij mensen opzettelijk laat vermoorden. Wij weten dat de algemene beschouwing vandaag niet gaat over bezuinigen. Nee, bezuinigen is gewoon een dekmantel. Is een dekmantel voor genocide per bureaucratie. Dus wij moeten het hebben over genocide per bureaucratie. En hoe ernstig is die? De jongeren, die kunnen het zichzelf gemakkelijk maken. De ouderen ook, maar ik spreek nu even de jongeren aan, omdat de jongeren dus zo'n lange looptijd hebben op planeet Aarde. De jongeren kunnen het zichzelf gemakkelijk maken. Het is echt van uiterst belang dat ze het foltergedrag standaard in hun gespreksmodel opnemen. Zolang we een psychopatenbureaucratie hebben die sterker is dan de nieuwe bureaucratie, is het folterverdrag je startpunt. En dan het economische verdrag. En het gehandicaptenverdrag of welk ander verdrag je dan ook meent nodig te hebben. De jongeren moeten ook nog iets anders doen en dat is voorbijgaan aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt misbruikt binnen de EU-lobby om de mensenrechten te verankeren. Het vervelende aan de EU-lobby is dat die lobby uitsluitend gericht is op het vergroten van de psychopatenbureaucratie. Ik zal straks nog een voorbeeld geven, iets wat ik gisteren niet heb uitgelegd aan jullie, maar dat zal ik vandaag nog even doen. Die psychopatenbureaucratie van de Europese Unie kan ook zeer eenvoudig gestopt worden. Je kan alle leugens, alle machtsmisbruik, alle vriendjespolitiek, de geheime lobby, stoppen met het folterverdrag. Je pakt het folterverdrag en dan zeg je tegen de EU, jullie voeren de mensenrechtenverdragen niet uit. Jullie zitten aan tafel met mijn moordenaars. Waar komen die moordenaars vandaan? Nou kijk, hier heb ik een dossier. Je kan je eigen dossier nemen. Als dat niet sterk genoeg is, dan zal je toch moeten beginnen met mijn dossier. En mijn dossier bewijst dat het Europees Parlement het internationaal strafhof gebruikt om mensen te laten vermoorden. Europeanen te laten vermoorden in Nederland, in Europa, wereldwijd. Dat is dan je startpunt.
daarvoor heb je het folterverdrag nodig. En of je dan werkt in de visserij of in de kledingindustrie, is irrelevant. Als je niet via je eigen dossier de psychopatenbureaucratie kunt stoppen, door te beginnen met te zeggen, jij bent een psychopaat in mijn leven, jij vernietigt mijn bedrijf, mijn branche, mijn totale leven op planeet aarde, dan zal je toch moeten doorschakelen naar mijn dossier. Het is voor Nederland een groot probleem dat de politici, alle 225, rechtsgeldig bewijs van het volk negeren. Dat is een van de grootste problemen, denk ik. We hebben niet één politicus met het gevoel van eigenwaarde dat ik beschrijf. Namelijk, ik wil geen psychopaat zijn. Mijn DNA stopt hier. Ik moet hier nog 60 jaar. Ik moet hier nog 30 jaar. Ik wil geen onderdeel zijn van de massamoordenaarslobby. We hebben niemand in het parlement die het lef heeft om dat te zeggen en dat te doen. We hebben niemand die het lef heeft om te erkennen dat criminaliteit in Nederland voor een zeer groot deel zelf aangemaakt wordt door de psychopatenbureaucratie. Ik zal daarvoor een duidelijk voorbeeld geven, want anders vervaagt het allemaal weer zo. De jeugdcriminaliteit. Iedereen klaagt steen en been over de jeugdcriminaliteit. Wat doet de politiek? Die schrijft onleesbare wetten voor jeugdzorg. Maar dat niet alleen. De politiek vindt het goed dat onze ministers en onze politici en onze burgemeesters de politie de opdracht geven om gezinnen stiekem te mishandelen. De politiek vindt het goed dat advocaten de rijksoverheidsbureaucratie gebruiken om zichzelf te verrijken en het volk slecht recht te geven. De jeugd slecht recht te geven. Dus je hebt de situatie dat de politiek psychopaten zijn, dat ondernemers uit schijnheiligheid, vriendjespolitiek, mee zijn gegaan in het bouwen van die psychopatenbureaucratie. En nu ontdekken ze dat ze daarin zijn vastgelopen. En dan de jongeren die denken van ja, luister eens, stelletje ellendelingen, jullie zijn even erg als wij zijn, dus als jullie crimineel mogen zijn, mogen wij dat ook. Val dood. En dan krijg je jeugdzorg, die dat dan allemaal moet gaan rechtzetten. Terwijl jeugdzorg, bij jeugdzorg mogen kindermoordenaars werken. Een van de allerbelangrijkste organen die zich moet bezighouden met het heropvoeden van kinderen, werkt in de anonimiteit met niet opgeleide mensen, met mensen die weigeren hun naam te geven, met mensen die niet gecontroleerd mogen worden op opleiding en BIG-registratie, met hulpverleners die niet mogen worden gecontroleerd op berispingen of schorsingen door bijvoorbeeld de inspectie voor de gezondheidszorg of de inspectie voor de jeugdzorg. Je mag dus als puber, als kind in de problemen, in de psychopatenbureaucratie, niet slim zijn. Je mag niet zeggen van, ja luister eens, politici zijn ook moordenaars. Ze laten mijn gezin vermoorden. De advocaat gebruikt de toevoeging alleen maar om zichzelf te verrijken. En de hulpverleners hebben geen opleiding. Dat mag je als kind niet zeggen. Dus zal die hele jeugdcriminaliteit niet worden verminderd. Het is 13 minuten. Het andere voorbeeld wat ik nog even wil aanhalen om duidelijk te maken in wat voor soort psychopatenbureaucratie wij leven, loopt weer via het internationaal strafhof. Kijk, ik ben nu eenmaal de eerste Nederlandse vrouw die een rechtszaak is gestart tegen Nederland binnen het internationaal strafhof. Tegen de Nederlandse psychopatenbureaucratie. Dat is nu eenmaal mijn leven. Ik heb ontdekt dat de rechtszaken binnen het internationaal strafhof niet alleen voor een bepaalde lobby in elkaar gezet worden, maar ook nog eens een keer voor georganiseerde moord in elkaar gezet worden. We gaan even terug naar Kenia. Kenia staat in de belangstelling. Het komt die Kenyatta en die Ruto met hun rechtszaak tegen binnen het internationaal strafhof wel heel erg goed uit dat er nu een terroristische aanslag is in Kenia. Wat is er namelijk aan de hand?
Downing Street 10, David Cameron. Ik heb David Cameron gevraagd mij te helpen, of Downing Street 10, Buckingham Palace, gevraagd mij te helpen ervoor te zorgen dat het internationaal strafhof wel het statuut van Rome en de mensenrechtenverdragen uitvoert. Dus gewoon procedures heeft zoals een rechtbank die hoort te hebben. Dus toegang tot de advocatuur heeft voor de slachtoffers. Dus gewoon ook individuen erkend in hun rechtspositie, in de publiciteit. Nou, dat heeft David Cameron geweigerd. David Cameron is juist een moordenaarspraktijk gaan starten. Hij geeft extra geld via donaties aan het ICC als beloning voor het feit dat het internationaal strafhof mij probeert te vermoorden. Als beloning voor het feit dat het internationaal strafhof ook individuen uit andere landen probeert te vermoorden. Kijk, de Afrikaanse Unie die wil helemaal niet dat het internationaal strafhof echt stopt met racisme. Ze zeggen het wel, maar ze willen het niet, want ze halen zo allerlei geld binnen. Kenia. Kenia is via de Afrikaanse Unie in Somalië terechtgekomen. Nu zeggen Somalische individuen, het leger van Kenia heeft zich schuldig gemaakt aan misdrijven tegen de menselijkheid, plundering, verkrachting, moord. Die Somalische individuen gaan naar het internationaal strafhof. Daar worden ze geconfronteerd met dezelfde hel als ik krijg. Namelijk, je hebt wel een brief waarmee je bewijst dat je die rechtszaak bent gestart, maar het ICC gaat je gebruiken voor moordpraktijken. Nu gaan we terug naar Downing Street 10. Downing Street 10 die beloont die Kenyatta, Kenia, voor hun deelname in de Somalië-oorlog. Dus het stoppen van de Somalië-oorlog. Ze krijgen daarvoor bijvoorbeeld geld voor een luchthaven, geld voor deelnemen aan conferenties en dergelijke. Dus de oorlogsmisdadigers van Kenia voeren nu tegen betaling een toneelstuk op binnen het internationaal strafhof. En ook de Afrikaanse Unie voert tegen betaling mede dat toneelstuk op. Want je moet ervan uitgaan dat zolang Downing Street 10 het ICC betaalt om mij te vermoorden, het ICC betaalt om Somalische slachtoffers te vermoorden en Kenia beloont en met Kenia dus leuke gezellige conferentiedagjes organiseert en gezellige bedrijfsinvesteringen maakt, ze direct de oorlogsmisdaden van Kenia financieren en ook nog eens een keer willen dat Al-Shabaab mensen vermoord. Het is niet alleen maar het financieren van de oorlogsmisdadigers in het Keniaanse parlement. Nee, het is ook nog eens een keer betalen voor moord op Al-Shabaab. Dus die Al-Shabaab verdwijnt helemaal niet, die wordt alleen maar sterker. En dan krijg je overal individuen wereldwijd die net als ik echt kunnen bewijzen dat het internationaal strafhof nog erger is dan een Hitler-rechtbank. Dat het echt een intercontinentale moordenaarsploeg is van presidenten. Maar die geen stem hebben. En die ook niet de psychopatenbureaucratie kunnen stoppen. Kijk, ik heb nog mijn intelligentie en mijn laptop. De mensen in Somalië hebben niet mijn intelligentie en mijn communicatieve vaardigheden. Dus die kunnen die psychopatenbureaucratie niet stoppen zoals ik dat doe. Zij kunnen ook die systemen niet bouwen. Dus vervallen ze in rebellen en terreur. En die rebellen en terreur die worden weer ingehuurd door Obama. Die bepaalde vaardigheden nodig heeft om dan zijn oorlog tegen Al-Qaeda te stoppen. Nee, hij huurt Al-Qaeda in om de oorlog tegen Al-Qaeda te stoppen. Ik moet stoppen, want het is 19 minuten. Je kan niet aan tafel zitten met een psychopaat. Je moet niet bang zijn om de huidige psychopatenbureaucratie ook psychopatenbureaucratie te noemen. Dag.